U weet het, het was het 29e gevecht van onze landgenoot Alex Blanchard. Die zijn Europese titel verdedigde tegen de uit Marseille stammende man Richard. En dan kwam die hele mooie naam erachteraan, Karamanolis. Alex Blanchard en al in de ring Richard Karamanolis. Beide 27 jaar oud. En de entree is aardig. Karamanolis daagt al Blanchard uit voordat de partij begonnen is door hem strak aan te kijken. Overigens iets wat eerder is voorgekomen hier in het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy. Toen door Blanchard in de richting van Rudy Koopmans. Koopmans had het in eerste instantie niet eens in de gaten. Die merkte dat later op en trok eigenlijk zijn schouders op. Koopmans verspeelde zijn titel in de laatste partij die hij bokste. Dat was vorig jaar januari in Marseille. En hij verloor de titel toen aan deze Fransman. Die Fransman was toen echter verplicht om naar Amsterdam te komen om zijn pas veroverde titel weer op het spel te zetten tegen Blanchard. En dat bekwam hem slecht, want hij ging zwaar knock-out. Blanchard, hij had daarna nog Jasman op zijn lijst staan, die zich niet werkelijk in de strijd om de Europese titel kon mengen. Blanchard was te sterk voor die West-Duitser. Eerste ronde. Initiatief genomen door Karamanolis. Veel komt van links tot dus verder van Karamanolis. Ja, nu ook een rechterhoek. Waarbij Blanchard dus even moet opletten. Te laag is de waarschuwing, ja. Houdt hem wel bezig, die Fransman. Waarbij Blanchard nu met die linkse hem ook goed laat lopen. Pittig begin voor een partij over 12 ronden afgesloten. Blanchard komt al. Vangt goed op. De bedoeling van die linker is om hem op afstand te houden wanneer hij strak gaat. Nu. En dus geen gelegenheid te geven tot die gevaarlijke hoeken. Dan gaat die linker weer. Ik wil niet altijd zeggen dat het de stoot is, maar wel ook is het om op afstand te houden. De eerste ronde is boeiend. Waarbij Karamanolis goed begon. En toen toch ineens kwam ook Blanchard alweer redelijk in evenwicht. Tweede ronde. Ja, dat was een goeie van rechts van Blanchard.
En hoe zuiver was hij en hoe zwaar voelt Carmenoli's hij? Dat is zo'n bewijs hoe Blanchard makkelijk wegkomt wanneer hij ogenschijnlijk vastzit. Ja, weer binnendoor door Blanchard. Neemt hij toch initiatief, nu scoort hij ook. Hoog tempo, tweede ronde pas. Ja, weer binnendoor van links. De hoek adviseert rechtsom en meer naar het lichaam, de hoek van Blanchard. Ja, zet hij aan voor die rechterhoek, Carmenolis, dan wordt hij gevaarlijk. Nou, voorlopig is deze ronde toch heel nadrukkelijk in het voordeel van Blanchard. Kampersberg. De bokser uit Marseille moet nu komen, want laat hij Blanchard het tempo aangeven, dan gaat hij eraan. Maar als hij komt, misschien countert Blanchard dan ook weer gevarieerd zoals hier. Geeft even gelegenheid tot uitrust ook. Ja, net een linkshoek. Hier is een kans voor Blanchard om het gevecht te beëindigen. En die kans pakt hij. Hier pakt hij heel veel voordeel. Scheidsrechter geeft hem gelegenheid om uit de hoek te komen. Maar daar was een opstoot en een rechtse hoek nog. En hij lijkt... Nee, hij komt daar toch ook nog uit. De hoek van Carmenoli zegt blijf lopen, blijf rondgaan. Laat je niet opnieuw vastzetten. Opstoot is een machtig wapen in de boksport. Maar het haalt ook lucht weg als het mis is. Daar weer, links direct. Nu moet ook Alex nemen. Laat missen, wordt hem aangeraden. Zorg dus om je eigen verdediging. Laat hem lucht weggeven. Dat is het advies uit de hoek van Alex Blanchard op dit moment. Dat lijkt hij nodig te hebben, want nu heeft hij toch ook even een mindere periode. Omdat hij zelf veel gegeven heeft natuurlijk. Ja, nu komt dan eindelijk die rechtse hoek van Carmenolis. En nu is Blanchard even in de problemen. En hoe houdt hij zich nu hij moet incasseren? Want dat is toch altijd de grote vraag met Blanchard. Als hij moet incasseren, dan... Dat moment is nu aangebroken, weer in zijn carrière. In dit titelgevecht. En hij moet veel nemen nu.
Ineens is die partij totaal anders. En hoe herstelt hij zich? Hij krijgt eigenlijk op zijn donder van Erik van den Berg. Hoe heb je je zo kunnen laten gaan? Blijf rustig, blijf kalm. Als die rechtse hoek van Karamanolis komt, dan is er veel gevaar. Hij moet weer gaan boksen op techniek, maar krijgt die gelegenheid. Want de tegenstander is er niet om hem dat te schenken. Time up. Keep quiet. Hou je mond. Dat zegt die 46-jarige scheidsrechter die zelf alleen als amateur heeft gebokst. En 8 jaar in de ring staat als scheidsrechter bij de prof. Rechtse hoek die toch wel weer goed is van Blanchard. En het publiek, kort geschat op zo'n 3000 man, komt los in het voordeel van Amsterdam. Blanchard in dit soort situaties wat rust. Het zijn de bekende trucs. Zolang de scheidsrechter geen break zegt, kan dat immers. In een gevecht waarbij zoveel energie wordt gebruikt, is het begrijpelijk. Te laag. Weer te laag trouwens. Het was net nog geen officiële waarschuwing, maar hij stoot wel door. Einde vijfde. Met voordeel tot dusver toch voor Blanchard. Dat is een knal van rechts. Ja, dat is een hele felle. Ook nieuw van rechts. En daar zit dan weer ineens die zuiverheid in dat werk van Blanchard. Die linkshoek was altijd al voortreffelijk. Maar rechts is nu ook overtuigender geworden, zei Van den Berg laatst nog eens. Nou, dat werd hier dan even bewezen in het begin van deze 8e ronde. Geef even extra tijd, extra lucht. Als je toch achter staat, dan kun je beter natuurlijk alles verzamelen voor mogelijke wijs een terugkeer in de wedstrijd. En dat probeert Karamanolis. Want hij moet nu veel nemen en krijgt een gigantische puntenachterstand ook in deze ronde. Ja, nu bewijst hij gewoon dat hij veruit de beste bokser is. Maar dat is niet altijd voldoende. Blanchard. Op afstand